Ik weet nog niet of ik de maand juli snel of langzaam voorbij vond gaan. Maar we hebben in ieder geval weer een money diary. En in deze video laat ik zien waar ik mijn geld afgelopen maand aan heb uitgegeven. Om zo ja, inzicht te krijgen waar mijn geld eigenlijk naartoe gaat. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze money diary, kijk dan vooral verder. Ik ga het op dezelfde manier aanpakken als de vorige maand. Ik merk dat ik dat wel fijn vind en ook best wel overzichtelijk. Ik heb verschillende categorieën. Die categorieën zal ik straks allemaal gaan opnoemen. En ik zal het bedrag gaan benoemen. En ook het totaal per categorie. Je kunt het ook een beetje zien als een soort van shoplog van de maand met verschillende uitgaven. De eerste keer dat ik dit deed dit jaar ging ik echt verschillende categorieën af. Maar op dit moment vind ik dit het fijnste werken. Dus ik ga hiermee verder. Laten we beginnen met de eerste categorie. En dat is de categorie abonnementen. En ik denk dat dit maandelijks niet heel veel gaat veranderen. Maar ik wil het wel elke maand al behandelen. De eerste uitgave is Spotify. En dit is een abonnement voor 2 personen. En in totaal is dit €14,99. En eigenlijk sinds dat ik Spotify Premium heb, kan ik gewoon niet zonder. Ik vind het echt verschrikkelijk wanneer advertenties doorheen gaan. En ik maak er ook dagelijks gebruik van. Dus €15 per maand voor Spotify. Dan ons Netflix abonnement. Dat is €7,99 per maand. Dan heb ik een abonnement op Nextory. Voor audioboeken en dit kost me €10 per maand. Ik vind het leuk om boeken te lezen of te luisteren. En ik heb liever dat ik hier mijn geld aan uitgeef dan dat ik steeds een fysiek boek koop die ik toch nooit ga lezen. Dus voor nu vind ik dit heel erg prettig. Dan mijn sportschoolabonnement, dat is €40 per maand. En mijn lenzenabonnement, dat is €27,33 per maand. Dan mijn telefoonabonnement, dat is €5,92. En dan sluiten we deze categorie af met het internetabonnement voor het huis. En dat is €62,92 per maand. Dan komen we op een totaal van €214,14. Als ik wel mijn goed heb uitgerekend. Dan gaan we door naar de categorie persoonlijk. En hieronder valt onder andere al mijn kledinguitgaven. Oké, de eerste uitgaven zijn schoenen. En hiermee speel ik een heel klein beetje vals, want ik heb een deel betaald en mijn vriend heeft een deel betaald. Want ik kreeg een soort van cadeau van hem. En de schoenen waren in totaal €117. Dus ik pak gewoon dat bedrag voor deze video. Dan heb ik een nieuwe jas gekocht bij een closet sale. En omdat dit een merkjas is, was het een beetje aan de prijzige kant. Maar op zich vond ik het wel oké. Okay, want ik werd er in één oogopslag verliefd op. En ik was toevallig al op zoek naar zo'n soort gelijke jas. Dus ik ben heel erg blij met de aankoop. En deze aankoop was €100. Dan heb ik een cropped blazer gekocht. Ik was outfits aan het samenstellen. En toen kwam ik erachter dat ik een bepaald kledingstuk miste. Of nou ja, het zou een hele goede aanvulling zijn voor mijn garderobe. Dus ik was op zoek gegaan naar een cropped blazer. En die heb ik gevonden en deze kostte €27,98. Dan heb ik ook nog een bestelling gedaan bij Stradivarius. Ik zag namelijk een aantal kledingstukken die ik graag wilde hebben. Onder andere het shirt dat ik nu aan heb, maar ook een broek en een strikje voor in mijn haar. En in totaal was deze bestelling €41,92. De volgende aankoop was best wel een spontane aankoop, maar ook weer niet. Want ik zag namelijk al een tijd geleden een jumpsuit bij de Mango. En ik ben de laatste tijd helemaal dol op jumpsuits. Maar toen ik hem zag, was hij volgens mij €60 of €70. En ik zat een beetje te twijfelen van ja, ik had niet zo lang geleden al een nieuwe jumpsuit gekocht. Is het per se nodig? En toen zag ik dat hij in de sale was voor mijn €30. Toen dacht ik, weet je, dit is meant to be. Ik heb toch een beetje geld bespaard om hem niet voor de volledige prijs te kopen. Dus ik ben heel erg blij met deze aankoop voor €30. Een jumpsuit die ik vaak ga dragen. Ja, heel erg blij mee. Dat waren al mijn persoonlijke aankopen. En het totaalbedrag is dan €316,90. Ik vind het altijd zoveel klinken. Maar dan kijk ik van wat ik er allemaal voor heb gekregen. Dan vind ik het min al waard. Dan heb ik nog een categorie persoonlijk. Want de vorige categorie waren alleen mijn kleding aankopen en dit zijn mijn overige aankopen. Als eerst valt onder deze categorie mijn verjaardagstaart. Ik heb straks ook nog een andere categorie wat echt specifiek voor mijn verjaardag was, want
juli is mijn verjaardagsmaand. Maar dit had ik begin de maand gekocht. Want ik had een pre-birthday picnic. En daarvoor had ik deze taart besteld. En twee kleine taartjes kostten mij €45. Dan heb ik tandenbleekspul gekocht. Dit stond al heel lang op mijn wishlist. En ik heb een pakketje voor mij, maar ook voor mijn vriend gehaald als cadeau voor hem. En er was een deal waarbij je drie kits voor €111 kon aanschaffen. Dus dat heb ik gedaan. Ik weet niet of het werkt. Ik heb het echt zeer recent dus gekocht. Maar ik ben het nu aan het uitproberen. En hopelijk is het het geld waard. Dan heb ik een nieuw statiefje gekocht voor mijn telefoon. En dit kostte €30. En onder de categorie persoonlijk heb ik ook mijn OV-kosten gedaan. En mijn kosten voor afgelopen maand waren €52,16. Dan heb ik nog andere kosten gemaakt. Wat niet onder openbaar vervoer valt. Maar ik had een Uber genomen in de stad. Omdat OV niet echt meewerkt. Dat doe ik echt heel sporadisch. Alleen als het nodig is. Maar dit ritje kostte mij €10. Dan een aankoop van de HEMA. Daar had ik namelijk twee kaarten gekocht en twee cadeautasjes. En in totaal was dit €7,03. En omdat ik kaarten zo leuk vind, heb ik bij Amazon een voorraad aan verjaardagskaarten besteld. Normaal gesproken ga ik echt voor de verjaardag speciaal naar de winkel om een kaart te kopen. Maar ik dacht, laat ik gewoon een voorraad aan verjaardagskaarten kopen. Dus dat heb ik gedaan voor €12,15 had ik meer dan 20 verjaardagskaarten besteld. Dus dat was een hele goede deal. En ze zijn ook nog eens heel erg leuk. En het totaalbedrag van deze categorie is €255,19. Dan heb ik een aankoop wat eigenlijk ook wel onder dezelfde categorie valt. Maar dit was meer een verjaardagscadeautje voor mezelf. Ik heb namelijk een nieuwe koptelefoon gekocht. Ik had deze echt al zo lang op het oog. Het zat zo lang in mijn gedachten van moet ik dit wel of niet kopen. Want het is redelijk prijzig. Maar ik heb het toch gedaan als verjaardagscadeautje voor mezelf. Deze koptelefoon was €500. Dan gaan we door naar de categorie eten en drinken. En ik was met een vriendinnetje uit eten geweest. En we hadden een drankje gedaan. En in totaal was ik daar €40 aan kwijt. Dan ben ik ook nog naar de film geweest en dat heb ik ook gecombineerd met een klein hapje eten. Niet echt een uitgebreid etentje, maar we hadden ja, eten met de film gecombineerd. En ik was zelf volgens mij €25 kwijt. Dan had ik onderweg, toen ik in de stad was, nog twee donuts gehaald voor mij en mijn vriend. En dit was in totaal €7,50. En dat ja, was alles wat ik aan eten heb uitgegeven. Niet heel veel en totale bedrag is dan ook €72,50. Dan hebben we nog een keer de categorie eten en drinken. Maar dit is de gezamenlijke variant ervan. Mijn vriend en ik eten graag buiten de deur. Of doen graag koffietjes. Of bestellen eten. We proberen hier wel een balans in te vinden. Dat we niet onnodig vaak buiten de deur gaan consumeren. Maar we zien het vaak ook als een date moment. Quality time. Ja, het is ook wel echt onze love language om samen te eten. We waren naar een koffietentje geweest. Daar hadden we allebei een koffietje en een taartje. En dit was €18,55. Dan hadden we Indonesisch besteld. En dit was €45. En dit is trouwens allemaal voor twee personen. Dan waren we buiten de deur deze lunchen bij een Japans tentje. En dit kostte ons €51. Het was redelijk uitgebreid. Maar het smaakte enorm goed. Sommige mensen vinden het verschrikkelijk om geld uit te geven aan eten. Maar ik ben er altijd wel content mee. Ja, ik denk dat grotendeels van mijn salaris uitgaat naar eten. Dan hadden we een ijsje gehaald bij een nieuw ijsstandje in de pijp. En dit was €15 voor twee personen. Redelijk prijs, maar het was echt enorm veel. Dan hadden we ook bagels gehaald bij een van onze favoriete bageltentjes. En dit was €16,90. Dan twee broodjes en een drankje bij de Laplace. Dat was €16,80. Dan hadden we gegeten bij de KFC. En voor twee personen waren we daar €20,13 kwijt. Dan hadden we sushi besteld. Voorheen echt lang, lang geleden had ik maandelijks wel meerdere malen sushi. Maar ik ben nu niet meer zo'n sushi liefhebber als voorheen. Dus daar ben ik heel erg blij om, want het was een hele dure hobby. Maar eens in de zoveel tijd vind ik het wel lekker om sushi te eten. En dit was voor twee personen €35. En de laatste uitgave voor deze categorie was onze
pizza en dat was €20,47. En dan komen we op een totaal van €219,58. Dan is de categorie boodschappen aan de beurt. En bijna zijn we iedere keer wel hetzelfde bedrag of ongeveer hetzelfde bedrag aan boodschappen kwijt. Gemiddeld zit het tussen de €40 en €50. En we bestellen onze boodschappen regelmatig bij Picnic of we gaan gewoon naar de supermarkt. Ligt eraan hoeveel we nodig hebben. Ik hoop dat ik alles goed bij elkaar heb opgeteld. En als dat zo klopt, kom ik op een totaal van €225,14. Dan gaan we door naar de categorie huis en interieur. En het volgende item is niet per se voor in huis, maar voor in de auto. Het is namelijk een luchtverfrisser of een autoparfum. Ik weet niet precies hoe je het noemt. We hadden eentje van Rituals gehaald en deze was €22,90. Dan had ik een aantal dingetjes voor in huis besteld. Zo heb ik deze storage compartment voor je verse kruiden. Dit kostte een tientje. Dan een hangsysteem voor in de keuken voor je keukenrol en dit was €8. Ik ben echt een theeliefhebber en we hebben altijd heel veel thee in huis. En ik zag dit theedoosje voorbij komen. Toen dacht ik, ja, ik wil deze gewoon hebben. En deze kostte €17 volgens mij. Ik weet niet zeker of ik er zoveel aan heb uitgegeven, maar volgens mij wel. En dan had ik nog een handige oliespuit. Echt, ik vind die olieflessen vaak niet heel erg wauw. Of niet heel erg handig, want ik gebruik altijd veel te veel olie. Maar deze oliefles is echt een gamechanger. En dit kostte volgens mij €15. En dan had ik nog meerdere opbergsystemen gekocht voor in een keukenkastje. En dit was een set. En deze set kostte €35. En de laatste aankoop voor in huis zijn deze pannen. Want onze pannen waren nodig toe aan vervanging. En tijdens Amazon Prime Day hadden we een hele goede deal. Of toch ook weer tenminste. Voor 2 tevelpannen waren we €53 kwijt. En dan komen we op een totaal van €160,89. De categorie Milo kunnen we natuurlijk ook niet vergeten. De voerbak van onze hond was toe aan vervanging. Dus wij hebben 2 nieuwe schaaltjes gekocht. En dit was in totaal €10,55. En dan gingen we ook even naar de dierenarts om een pilletje voor hem te halen. Om de zoveel maanden volgens mij moet hij de ene keer ontworming en de andere keer ontvlooiing hebben. Ik weet even niet welke van de 2 dit was, maar 1 van die 2. En dit kostte €12,55. Dan hebben we wat snacks besteld bij Edgar en Cooper. En dit was in totaal €78,50. Dan heb ik zo'n plaatje met zijn naam en contactgegevens besteld. Voor het geval dat hij ooit kwijtraakt. We gaan ervan uit dat dat nooit gebeurt. Maar ja, dit is wel altijd handig voor het geval dat. Dus ik heb dat laten maken voor €15. En dan hadden we nog een nieuw tuigje voor Milo besteld. We merken dat tuigjes veel beter voor hem zijn in plaats van halsbandjes. Hij heeft beide, dus we wisselen vaak af. En dit tuigje kostte €52. En dan komen we op een totaal van €168,35. Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste categorie. En dat is de categorie verjaardag. Dit is natuurlijk niet een maandelijkse uitgave, maar ik was afgelopen maand dus jarig. Begin van de maand had ik een pre-birthday picnic gedaan. Daarvoor had ik taart gekocht en de picnic zelf werd verzorgd door een extern bedrijf. Dus daar waren geen kosten aan verbonden, dus dat was heel erg fijn. Ik moest in ruil daarvoor een aantal dingen op social media plaatsen. Maar op mijn verjaardag zelf ben ik samen met Rits verschillende restaurants afgegaan en dit waren alle kosten daarvan. We begonnen in de ochtend met een ontbijtje. We hadden 2 taartjes, 2 koffies en een croissant en dit was in totaal €22. Vervolgens hadden we een luxe afternoon tea en dit was voor 2 personen €98. Dan hadden we nog een foto gemaakt in een fotobooth en dit kostte €6 en dan kregen we 2 foto's. En dan hadden we een diner en voor 2 personen was dat €65. En in totaal hebben we tijdens mijn verjaardag €191 uitgegeven. En dat waren al mijn uitgaves van de maand juli. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.